De brandweer is maandagavond op het Ommoordse Veld in Rotterdam bijna 2 uur lang bezig geweest met een paard wat in de sloot was beland. Met man en macht werd er geprobeerd door gebruik van slangen en touwen het paard weer op de kant te krijgen. Dit had echter geen effect toen een van de touwen brak. De kraan van het hulpverleningsvoertuig van de brandweer bood uitkomst. Hiermee werd het paard op het droge geholpen. Het paard begon echter te stijgeren en belandde daardoor in de andere kant van de sloot. Een boer heeft vervolgens hulp geboden om het paard op de kant te krijgen met zijn tractor. De man van de eigenaresse van het paard, een voormalig brandweerman, kwam ook ter plaatse om de brandweer te helpen. Door samenwerking was het paard dan ook voor de 2e keer op het droge geholpen. Een ter plaatse gekomen dierenarts heeft het paard gecontroleerd en bleek wonderwel niets te mankeren.